Een internationale tentoonstelling in de RAI in Amsterdam van machinerieën voor waterbehandeling heeft onlangs het publiek nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Wij zijn onvoldoende zuinig op ons water. De vervuiling van het oppervlaktewater neemt toe. De kwaliteit van het drinkwater wordt bedreigd. De tentoonstelling liet zien wat voor kostbare apparaten er inmiddels nodig zijn om sommige verontreinigingen af te breken. Voorts waren er schaalmodellen van rioolwaterzuiveringsinstallaties zoals die overal in ons land gebouwd worden. Twente loopt daarbij voorop. Daar zijn alleen al dit jaar 7 nieuwe installaties in gebruik genomen. Bij Hengelo is er 1 in aanbouw. En zeker al 5 zijn bijna besteksklaar. Ze zijn alle in beheer bij het waterschap Regge en Dinkel. 2 kleine riviertjes in dit gebied waarop alle afvalwater van de bewoners en de industrie geloosd wordt. En hoe sterk de vervuiling is, blijkt hier op de plaats waar het vuile water van een stadsriool zich voegt bij het afvalwater van de industrie. Ruim 10 miljoen gulden zijn er geïnvesteerd in deze zuiveringsinstallatie bij Almelo, die eerst kort geleden in gebruik werd genomen en waarin zowel afvalwater van huishoudingen als van bedrijven wordt gezuiverd. In de zogenaamde beluchtingsbassins wordt het water in sterke beweging gebracht, waardoor steeds nieuw water in aanraking komt met de lucht en daaruit de zuurstof opneemt die nodig is voor de afbraak van de organische stoffen. Het biologisch gezuiverde water wordt tenslotte in een grote tank gevoerd, waarin het nog in het water aanwezige slib kan bezinken. Pas daarna wordt het geloosd op de oppervlaktewateren. Glashelder komt het water terug in kanalen of beken die voorheen door onzuiver rioolwater zo sterk verontreinigd werden dat er geen plantje meer kon groeien. Dat is nu snel aan het veranderen. Door de bouw van nog meer zuiveringsinstallaties verwacht Twente over 5 jaar volledig schoon water te hebben en mede daardoor een gezonder leefklimaat.